5, 5, 5, 5. Elk jaar weer hetzelfde gemaddel. Vogels spotten in de tuin. Hé, Martijn. Ja? Zie je er al wat of niet? Nou, ik heb wel van alles gezien hoor. Extra oorn, hanenpoorn, vreemdgaande vogels, hanengezang, maar een gewone normale vogel. Koran doen we maar. Gewone vogel nog niet? Hè? Maar is elke velg ook niet veel te koud voor die vogels? Is het elke ook niet zo dat die vogels in winter als hij nog zuiden heeft leeg? Ja, maar weet u elke gewoon dat de vogels als hij nog zuiden heeft leeg? Nee, nee. Nou, hij loopt me, is niet al mee hoor. Oh? Huh? Ja, zorg maar niet bekijken. Nou, misschien dan. En met de kinderen achter de glas of niet? Ja, die heeft kool. Nee. Zin hè? Die heeft hartstikke kool. Maar daar heb ik mooi geen last van, want ik heb dubbel glas hè. Dit werkt isoleerd. Ah. Hé, ik zit aan een subtropische paradijsvogel. Ja! Subtropische paradijsvogel? Ja. Ja, dat is heel vreemd hoor. Dat is heel vreemd vogels. Nou, maar dan? Ja, die komen door het publiekelijk naar grond hoor. Maar dit is geen vogel. Dit is Peter Bloemdaal. Daar heb je eens die blote gaat rondlopen met die carnavaldeurtje hoor. Hé, Kels. Maar je zegt een kind. Mijn neem werk hier, hè? Ja, dat was hier. Ik ben er toch zo altijd jekens blij mee, hè? Aan de blok. En ik kan hem iedereen aanbevelen. Maar nou? Ze wil niet zo apart zijn, hoor. Nou, ik kan het echt iedereen aanbevelen. Maar hier, kijk, op die kant steek 20 keer. Ja, dat zie ik ook wel, 20 keer. Ik heb er vandaag af in 20 keer duur gekend. Hij doet nog steeds. Oh? Dat is ook wel mooi. Maar, hè? Zit die dat ook niet? Een mooi vogeltje, hoor. Oh, god, een mooi vogeltje. Een mooi vogeltje. Een heel mooi vogeltje. Je kunt hem hier niet opbouwen, hoor. Ja. Ik heb hem naden. Ik heb hem naden. Ik moet dat ook even die vuurzorgsmaatregelen. Wat doe je dan? Ja, wacht even. Hè? Die hond werk. Wat doe je dan? Ik doe hem aan. Maar nu schrik je hem toch af? Ja, dat kan best weer, maar ik stond laatst op een smisbeeld, volgens de sport. Ja, en ik stond hoor, en kijk, oh, dat vogeltje, wat is dat voor vogeltje weer? Nou. En ja, dat kan ik niet verder, hè? Wat is dat voor vogeltje? Ik heb het bekend, ik kon er niet op komen. Nou, en toe. Ik ben er met de pijs gekomen. Wat dan? Het lijkt een valparkiet er weer. Oh, kom toch. En hoe zit het hoor? Ja. Oh. Ja. Maar de vogelsporten is wel een mooie hobby eigenlijk, hè? Dan ben je nog eens een keer van de keuken en dan krijg je ook niet zo'n ruzie met de vrouwen. Hè, waar die? Ja, dat klopt. Ja, ik heb niet van ruzie. Maar dan? Ja, met de vrouwen. Hoe de vrouwen? Dat was laatst jaren en wekker van de vuur, hè? Toen vertelde me, toen gaf hij me een tip dat ik hem zomaar geel op een verjaardag. Ja. Ja, ze zeggen, ik wil een spikstand erin nemen. Ja. En dat van 0 tot 100 kan in 3 seconden. Oh? Ja. Nou? Ik heb een weerschaal voor gekocht. Oh? Ja, toen is de ruzie begonnen. Ja, dat kun je dan. Vind je gek. Nou, maar ik kan het nog veel sterker vertellen. Mijn vrouw ja. Was les in de slaapkamer. Mm-hmm. En ze stuurde vuur de spiegel. Oh? Ja, dat is niet zo vast. En ze was helemaal niet tevreden met wat ze zag. Nou? Ze zegt, ik zie er niet meer uit. Het is verschrikkelijk. Ik ben te dicht. Ik ben te old. Nou. Ik ben te lullen. Oh. Het wordt hoge tijd dat je eens een keer een heel mooi lief compliment maakt. Ja, maar dat doe je toch. Toen ben ik neuzer was gelopen voor een spiegel. Het werkt hij nou zeg. Met de oom jij nog helemaal niks geen last. Man. Ja. Hè? Toen is de ruzie begonnen. Ja. Ik vroeg aan die vrouwen wat de gerne hebben wil. Voor onze huwelijksdag. En toen zei ze, nou ik wil ergens naartoe waar ik al heel lang niet meer geweest ben. Ik zeg, nou dan gaan we naar de keuken. Toen is de ruzie begonnen. Ach, gelukkig dan. Hij wil eerst maar eens even die vogels. Ja.
Ik zie dat twee en. Hé? Wat? Toch? Ik heb door, kijk. Door, door. Oh, door. Achter die box. Twee en. Hoe kan dit nou? Ik zie er maar één. Ik zie toch waarachter twee en, hoor. Twee hokie. Een vuur en een achter en. Oh, oh, oh. Dat zo maar. Maar, heb je nog gehoord van Stukketje dan? Stukketje? Ja, Stukketje, weet je wat, met die vrachtwagen. Ik reed laatst over de A50 naar huis. En op de vluchtstrook stond met die vrachtwagentje door, Stukketje. Probeer hem te doen. Ik stop, ik vraag me, wat ben je nu elk vuil aan het doen? Ja, zegt Stukketje. Mijn wagen is kapot. En ik probeer het te doen, maar hij moet 30 meter van de gewone driehoek staan. Oh, nee. Ja. Dat weet ik ook nog wel in. Nou, ik heb les Baltus, de tandloze mummie. Ja. Die heb ik zien fietsen. Ik zag hem fietsen. Oh? Op de snelweg. En hoor? Ja. Nou ja, tuurlijk. Kunt wel rooien. Ja. Politie, motoragent. Ja, kunt wel. Hulp man. En hij zegt tegen Baltus van, zeg meneer, weet jij niet waar het fietspad is? Oh, joh, zegt Baltus. Voor ietsjes verder jij, rechtsaf, meteen weer rechts, en door, hij fietspad. Maar ik denk niet dat hij op mijn motor moet rijden. Huh? Maar, laat mij eens even over dit mensen, Michel, de regent. Ja, 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 die kerel graag een vertegenwoordiger over vloer had in druivenplukmachines. Een vertegenwoordiger, ja? Ja. Mooi nieuw, hè? Ja, dat ga ik achtervoor. Ja. Ja, die kerel die kwam naar binnen en die zegt, Michel, ik heb een hele mooie machine genoeg. Een druivenplukmachine. Huh? Dit trekt u de trosjes druiven zo van de struiken af heel waar. En dan een stelletje eruit haal. Ik mag zelf. Ja, wassen en plekken. En zo, je komt alleen maar een telmer onder de hond. En dan in een flesje erin, ja, bier. Oh, zeg dat maar vanzelf. Ja. Oh. Ja, maar Michel was nog niet helemaal avontuur, weer, ja. Dus hij vraagt die kerel van die machine, hè? Kan hij ook pijpen? Nee, hij zegt de vertegenwoordiger, dat kan niet, dat kan ik niet. Oh, nee, zegt Michel, dan hoor ik het toch leven binnen de drie plussers. Ja, dat kan niet rustig. Ja, ja, dat kan niet ook wel, ja. Nee, maar wat gooi je door op de rentel, de hele tijd? Waar sta je nou uit de rentel? Ja, er is iets, ja. Ik was les in waterrook, vogels aan het sporten, ja. Ja, ja, ja. De wijs. En toen ben ik een piekt dunne reiger. Nou? In de schaamstreek. Oh? En toen moest ik naar de dokter in. En wat heeft er aan de doorn dan? Nou, hij heeft me druk verbaard van achter de geel en trekpleister van u. Huh? Ja. Dat heeft vast wel. Maar die Michel, die was toch ook oud prins van de knetterzoekers, of niet? Ja, de knetterzoekers. Ja. Maar heb je dan nog gehoord van die andere knetterzoeker dan? Van André Struik? Nee. Oh, goed. Ja, André Struik die was laatst aan de winkel en moest een nieuwe box hebben. En kunnen we die winkel in en boksen passen? Toen zegt die verkoopster, maar meneer, u draagt helemaal geen onderbroek. Hé, hey, zegt André, dat doe ik ook nooit. Maar net dan. Ah, nee meneer, nee, dat moet niet. Maar het is veel hygiënischer en het is ook nog warmer. Toen zegt André van, nou als dat zo is, doet het mij dan ook maar een onderboxen bij. Nou, hij met heel spul nieuws, maar het was nieuws. En toen moest hij naar de wc. Dus hij ging zien. Nou, kloor, even, alles helemaal rechter. En hij ging staan en hij keek achter zich. En hij dacht, dit is inderdaad veel hygiënischer. En hij trekt de boxen op. En nog warmer ook. Oh, ja, dat kun je. Dan kun je bij André Struik echt wel spreken van een rotgat. Ja, ja. Maar ik was met vuur in Spoor, hè? Ja. Met een paarsvuur. Ja. En dan heb je een mooie koppel brandgans. Kan je een documentaire over maken over die brandgans? Nog niet. Ja, daar waren ze maar van plan. Maar de cameraman die heeft de rug gebroken. Toen ging het niet meer duur. Oh ja. Ja, dan kun je beter op een holte berg met je van die korhaan gaan vullen. Ja. Hé? Veel veiliger. Ja, veel veiliger. Maar wist je trouwens dat die korhaan een gemengd koor was? Oh.
Ja. Nee, dat is niet waar. Ja, dat is wel waar. Nee, de Korahan, dat zijn uitsluitend keels. Ja. Dat geen gemeen koor. De ene helft van die keels, die gaat ring. En de andere helft van die keels, die gaat alleen maar onnodig zoet. Oh, dat is toch een gemeen koor. Hé, hey, maar je had net over André Struik, hè? Ja, ja. Maar die onderbokser. Ik kom wel hier op de oude. Ja, nee, maar ik moest er toch even aan denken, want mijn favoriete winkel in Hoop. Ja. Die ging voor. Ja? Wat voor winkel dan? De lingerie winkel. Oh? Die ging voor. Ja. Die ging helemaal naar Riesen. Naar Riesen? Ja. Naar Riesen? Ja. Dan kan ze de grote markt ook wel uit het assortiment halen. Maar net zo dan? Net zo. In Riesen heeft ze toch alleen maar vier diertjes? Oh, zo kiep. Maar, ik stel je nog een beetje van die rare vogels te sporten in, maar... Ik heb Tilly al eens een keer weer... Ik heb de meeste maar zeer... Op Husselpan gewoon. Als ik nu weet geworden nu. Ik kan hier geen stekker winnen. Ik ben echt natuurlijk maar een beetje zijn. Keurendankers, we wensen u allemaal een geweldige carnavalseizoen. En ik weet ook zeker dat het ging lukken, want we vinden daar maar dikke hokkers. Maar Sprolders, dat weet ook wel een beetje onze normen. En ik ben ook hartstikke trots met deze prins Michel, de regent, en zijn adjudant Blanky. Echt waar, daarmee ben je heel tevreden. En laten we maar eindigen met zijn eigen leus. Jongens, weer aan de kant.